Voorlaatste wedstrijd in de derde periode. En de gegevens zijn natuurlijk bekend. Cambuur kan periode kampioen worden, maar dan zal er toch minstens 3 punten moeten worden gehaald uit de laatste 2 wedstrijden. En dit is dan de eerste van die laatste 2 wedstrijden. NAC, dat is vanavond de tegenstander van Cambuur. In de midden ziet u scheidsrechter Chris van der Laar uit Enschede en de grensrechter Slikkerveer uit Slikkerveer en Jansen uit Doetinchem. En het kleine jongetje daar op het middenveld, dat is de mascotte van vandaag van Cambuur. Het is Benny Hoeksma, hij is 8 jaar en hij voetbalt bij de voetbalvereniging Koster Tille. Ook het huisorkest is aanwezig, een huisorkest uit Blauw Huis. En er zijn kleine pak en beet 10.000 toeschouwers aanwezig op de tribunes. Een gezellig sfeertje en het kan dus een hele leuke pot voetbal worden vanavond. Waarvoor Cambuur maar 1 belang voorop staat winnen om mee te draaien bovenin de competitie. En in het achterhoofd houden natuurlijk een periode. Ja, en zo ziet dan die opgepakte, volgepakte tribune van Cambuur eruit. Zo'n kleine 10.000 toeschouwers schat ik het op. Sfeervol, met een huisorkest. En zo moest het eigenlijk elke thuiswedstrijd zijn van Cambuur. Dit is inmiddels getorst. En NAC mag aftrappen. Ja, en dat is dan het beginsignaal van de wedstrijd Cambuur-NAC. Het zal in het begin wat aftasten worden voor beide ploegen, want ze kennen elkaar nog van eenmaal dit seizoen. Toen werd het een gelijkspel in Breda, moet ik zeggen. Aan de bal Hans van der Dungen, de nummer 2 van NAC. Overgenomen door Peter Remy. Cambuur komt nog niet aan de bal in deze beginfase. NAC speelt het balletje nog een beetje rond. Paul Bennen, gevaarlijke spits van NAC daar. Loopt met zijn rechterknie in het verband. Vrije trap van Hans van der Dungen van NAC. Komt hij de bal hoog voor. Paul Bennen de lucht in en die wint daar een kopduel. En dan moet Haverkort wegwerken. Doet dat slecht. Komt er Hans van der Dungen nog. Trekt dan die bal voor en dan is het toch nog Paul Bennen die er aan de bal kan komen. Kan schieten, jazeker. En dat is een goede redding van Grim, zeg. Dat is de eerste hoekschop voor NAC. Grimberg uit. Doet het op Carlo de Leeuw. Carlo de Leeuw. Dat is Haverkort op Erkelens. Prima bal. Ergens houdt die bal binnen. Ja, doet het er goed. En weer terug op Haverkort. Nee, dat is Nico Rundekamp. Nico Rundekamp. Die moet hem voorgeven. Nee, de schiet in één keer. Op de vuisten van de doelman. Jammer, stonden 2 man vrij achterin. Hoekschop Cambuur. Wordt genomen door Bram Rondberg. Dat is een prima actie van Cambuur. Met name Nico Rundekamp en Hans Erkelens die dat opzetten daar, die aanval op rechts. Nu dan die hoekschop. Komt die bal hoog voor. Maar dan gemist door alles en iedereen. Haverkort. Rijdt Rondberg niet. Ingooiritsen op de Leeuw. Wil hij tussen 2 man in. Hoe komt hij eruit? Komt er heel goed uit zelfs. Jazeker. Komt er heel goed uit. Maar er wordt dan onderuit gehaald. Jazeker. Terecht gezien voor scheidsrechter van der Laar. Hij kreeg een duwtje mee op Carlo de Leeuw. En dat betekent een vrije trap. Dat was Van der Borg die hem wegduwde. Is goed gezien van de scheidsrechter. Een vrije trap, een metertje of 4 buiten het strafschopgebied, denk ik. Nou, dat kan een mooie inswinger worden. Kijken lange mensen voorin. En Koetje komt naar voren. Natuurlijk Willem van der Ark. Komt dan die vrije trap. Oh, en ik had van der Ark in de lucht en het is doelpunt. Jazeker, een schitterende goal. Willem van der Ark en dat betekent 1-0. En laten we even in herhaling kijken hoe dat precies gegaan is. Daar komt die herhaling. De Leeuw, de vrije trap. En dan komt Willem van der Ark met het hoofd. En die gaat er prima in een korte hoek. Cambuur leidt hier na 15 minuten spelen in de eerste helft met 1-0.
Enzo van Helmond. Jazeker, die kan helemaal alleen doorgaan. Die komt er alleen voor Fred Vreem. Gaat dan te ver naar buiten en laat zich een beetje te gemakkelijk vallen volgens mij. Ja hoor, het is Van der Laar, die wuift het ook weg in het geval. En Marcel van Helmond is het er niet mee eens. NAC weer aan de bal. Jacques Veres, paast dan ver naar voren op links. Dan moet Dick Bultstal die bal kunnen halen, lijkt het mij. Oeh, wat voor kijkje zit er op de bal. Ja, zeker. En dus Koumans. Koumans een goede kans in het zijnet. Poeh, daar komt Cambuur goed weg, zeg. Blunder van Dick Bults. En Koetje. Haberkort. Ritsersen. Zit Rondberg goed tussen. Ritsersen opnieuw. Laat het over aan Koetje. Zoekt aan de vrijstaande man en die vindt hij daar op rechts in Hans Erkelens. Hans Erkelens naar binnen naar Jos Pelzer. Jos Pelzer. Kijk dan, zoekt een vrije man. Vindt dan Rondberg op rechts. Komt dan bij de Leeuw. Leeuw passeert er goed weg. Mooie schijnbeweging. Gaat dan alleen door. Zeker. Hij speelt dan iets te ver voor zich uit, lijkt het. Ja, zie je wel, iets te ver, maar het gevaar nog niet weg. Haverkort misschien, nee, die bal wordt dan weggewerkt. Wordt slecht weggewerkt trouwens, want opnieuw kan daar Hans Erkelens opruimen. Komt dan met Dick Bults. En een inworp Cambuur. Snel ingeworpen op Bram Rondberg. Even kijken, Bram Rondberg schiet in één keer. Dat is geen gevaar voor doelman Vormanooi. Die kan die bal krijgen, die in de korte hoek ging. Er is echt geen gevaar in deze trap. Uitworp Vormanooi. Hans van der Dungen. Hans van der Dungen dan een verre paas. Hans van der Dungen opnieuw. Hans van der Dungen kan er naar binnen gaan. Maar geeft hem naar voren Paul Bennen. Ja, die krijgt enorm veel ruimte en is een doelpunt. En het is 1-1. Laten we ook nog eens even kijken in herhaling. Van der Dungen daar de bal, gaat dan naar binnen, dreigt naar binnen te gaan, maar geeft dan de bal aan Paul Bem die helemaal vrij staat. Ja, en zoveel ruimte moet je die man niet geven, want die scoort heel gemakkelijk. 1-1. Ja, en dan een trieste gang naar het net van doelman Fred Grim. Leeuw. Goed langs. Krijgt dan alle ruimte de Leeuw. Op Pelzer. Pelzer naar Erkelens heeft dan een kans. Geeft hem naar door. Rundekamp, Rundekamp moet dan schieten. Rondberg. Ook die kap dan, schiet dan. En het doelpunt. Jazeker, het is 2-1 voor Cambuur. Schitterend. Het ging over heel veel schijven. Het begon eigenlijk bij Carlo de Leeuw. Carlo de Leeuw die paast op Erkelens. Erkelens schoot toen door naar Rundekamp. En Rundekamp die liet het toen over aan Rondberg. En die knalde toen, nadat hij gekapt had, in die korte hoek. En dat betekent dat Cambuur aan de leiding is. 2-1. Laten we nog even kijken in herhaling hoe dat ging. Hier komt Carlo de Leeuw. Daar Jos Pelzer nog een keer ertussen. Ja, Hans Erkelens. Die paast dan door op Rundekamp. Die had alle kans om te schieten. Laat het over naar Rondberg. Rondberg kapt, schiet. En een schitterend doelpunt. 2-1. En wat kan Cambuur in de resterende tijd nog? Kan het deze voorsprong vasthouden? Of... op mijn monitor zijn er iets te donkere beelden te zien. Misschien bij u thuis ook. Misschien dat er straks iets verholpen kan worden. Dan komt er een goede paas hè, op die nummer 6 van NAC. Dus Jacques Koumans. Paul Bennen. Paas dan naar buiten. Van der Borgt. Goede redding van Grim zeg. Hele goede redding. Maar het gevaar is nog niet weg. NAC is nog steeds in bezit van de bal. En daar valt Carlo de Leeuw gaat in de fout. Voorzet op Bennen. Ja, die staat er helemaal vrij. En die scoort. En de hele Cambuur-verdediging staat daar te kijken wat er gebeurt. Maar die bal zit er gewoon in. Laten we nog eens even in de herhaling kijken wat er precies gebeurt allemaal. Het begon met die voorzet van der Borgt. Die werd onderschept door doelman Grim. Hier komt dan het moment. Daar komt dan die voorzet. Goed weggewerkt door Grim. Met de vuist. En Paul Bennen ligt daar nog in de doelmond. Je kunt het dan zien, maar die bal is niet goed weg. En dan gaat Carlo de Leeuw daar in de fout op het randje strafgebied. Dan wordt die bal voorgebracht. En diezelfde Paul Bennen die net teruggekomen is, die kan heel gemakkelijk scoren. En dat betekent gewoon 2-2.